Het is vandaag 5 mei. Ik ben Annemiek en ik blijf vandaag in eigen stad voor OPO Te Huizen, Huizen van Verzet Amsterdam. Maar ik reis ook even naar Amstelveen voor de eerste editie daar. Ik loop nu in de Gerrit van de Veenstraat waar het voormalige SD-kantoor gevestigd was. Is een citaat. Ik zal heel af en toe iets voorlezen, maar ik wou beginnen met een citaat. En dat komt uit Vrij Nederland van de zomer van 1949. En toen het proces begonnen was, een van de eerste procesdagen. En wie zat daar als verslaggever voor Vrij Nederland in de zaal? Ed Hoornik, de dichter, die langdurig in Dachau opgesloten is geweest. En hij zat daar oog in oog met Lagers als verslaggever. En hij schreef. Om te introduceren het volgende, weet u meteen even wat voor figuur we voor ogen moeten houden. Hij is een lange bleke man. Aan profiel gezien lijkt zijn hoofd op een helm. Hij heeft de ongezonde kleur van een kloosterling. Bijna wit, bijna dor. Met router heeft hij alleen de felheid der ogen gemeen. Die kijken niet, die steken. Het donkergrijze pak is stemmig. Het valt ons alleen maar op omdat wij gewoon waren hem in uniform te zien. Verminderd tot burgerman heeft hij zijn hooghartigheid behouden, het meest in zijn apathie. Of hij nog iets te zeggen heeft, vraagt de president. Hij schudt het hoofd en gaat zitten, de dunne lippen gesloten. Dat was de tijd dat rechtbankverslagen nog door dichters werden geschreven. Het meest bevreesde gebouw van Amsterdam in de oorlog. Hier in de kelder, die inmiddels verbouwd is, waren cellen. Waarin ronduit werd gemarteld en waar slachtoffers vielen. Als je 3 stappen terug doet, is het natuurlijk heel curieus om te zien dat meer steden in Nederland zo'n gebouw hadden. Waar mensen in een grote boog omheen gingen. In Utrecht, waar ik een paar geleden een studie over heb gedaan, had je op de Maliebaan, die beruchte weg waar alles zat, de hele NIB en alles, had je 74. Het gebouw van de Veiligheidspolitie, dus van de ondergeschikte van Lagers. En daar werd op grote schaal gemarteld. In Groningen, op de Grote Markt, het Scholtenhuis. Was echt het martelcentrum van het noorden. Overigens, het Burmania-huis in Leeuwarden deed er niet voor onder. Je had ook nog zo'n gebouw in Maastricht. De centra van de Veiligheidspolitie waren overal in Nederland gevreesd. Ik ken Utrechters die 5 jaar na de oorlog nog niet over de Maliebaan durfden te fietsen. En de uiteindelijke straat is niet voor niks van naam veranderd. Omdat de gedachte aan die straat voor heel veel Amsterdammers onverdraaglijk was. Dat heeft zich hier afgespeeld onder de verantwoordelijkheid van die correcte politieofficier. Dat moet je steeds wel proberen te realiseren. Dat kan eigenlijk helemaal niet. Want maar ja, dat is de waanzin van het systeem dat door Lagers eigenlijk werd geleid. Amsterdam is een stad vol geschiedenis. Op 4 mei zijn er verschillende stille tochten, waardoor er op 5 mei overal bloemen liggen bij monumenten die je misschien in eerste instantie over het hoofd zou zien. Joodse mensen leggen stenen neer. Dit vind ik een mooie traditie, want bloemen zijn vergankelijk, maar stenen blijven liggen. Ik sta nu voor Hotel Schiller. Hier wordt straks het verhaal verteld van 2 broers, waarvan er 1 samenwerkte met de Duitsers en de andere in het verzet zat. En dat heeft eigenlijk te maken met dit. Dit is het proces verbaal van arrestatie en inbewaringstelling van Henne junior, mijn oudste broer van mijn grootvader. En zoals je kunt zien heeft op 15 mei 1945, 47 jaar geleden, in Aden, is hij hier in Hotel Schiller, je ziet het daarboven, gearresteerd op verdenking van punt H van de instructie collaboratie. Waaruit blijkt dat de aangehouden een belangrijk aandeel heeft gehad in het vorderen van de krijgsverrichtingen door materiaallevering aan de Duitsers op Schiphol. Dit is de aanleiding waarom we hier zijn. Hier is mijn junior gearresteerd. Maar er zijn nog meer verbindingen tussen de familie Hennis en Hotel Schiller. Want hier in Hotel Schiller, voor de oorlog en tijdens de oorlog, een zogenaamde schippersbeurzen plaats. Schippersbeurzen. Er waren eigenlijk avonden waar aannemers, schippers, zandbegindhandelaren met elkaar vrachtjes verdeelden, waarin ze
reis afspraken. En dat was eigenlijk altijd een gezellig boel. Er werd bier gedronken, er werd jenever gedronken, er werd biljart. En ook dat vond hier plaats, althans mensen gingen na de schipperbeurs hier naartoe. En de familie Hennis was ook een graag, of tenminste bijna een stamgast hier in Hotel Chile. En dat blijkt ook wel een beetje uit dit schilderij. Dit is een schilderij van de vader van Henne en Anton. Henne senior. Dit is de schilderij zoals je onder de kant kunt zien. Dat geschilderd is door Schiller zelf. En Schiller was natuurlijk in eerste plaats misschien een kunstenaar. Maar hij was hier ook de eigenaar van het hotel. En wat hij vaak deed was het schilderen van stamgasten die hier vaak kwamen. En dit is dus een foto van de oude Hennis. Het derde verhaal waar ik vandaag naar ga luisteren vindt plaats in Amstelveen. Ik sta hier met Mart Benders. Mart heeft dit jaar voor het eerst opioidtehuizen in Amstelveen georganiseerd. Waarom ben je daaraan begonnen? Ik ben daaraan begonnen omdat mijn ouders diep in het verzet hebben gezeten. En daar zijn heel veel verhalen over te vertellen. Zelf werd er thuis nooit over gepraat. Maar met het klimmen van de jaren heb ik dingen uitgezocht. En ben ik heel veel te weten gekomen over hun activiteiten. En heb ik nu een soort drang om dat te vertellen. Wat goed. Hoopt u dat er volgend jaar weer een opioidtehuizen plaatsvindt in Amstelveen? Ja, dat is eigenlijk mijn voornaamste bedoeling, want er is zoveel in Amstelveen gebeurd. En er is zoveel te vertellen dat het zou fijn zijn als dat een traditie zou worden. Ik wil u namens de bewoner en namens Mart heel hartelijk welkom heten op Margaretha van Borselenlaan 43 Amstelveen. Dit is de tweede dag en het ene laatste programma in Amstelveen van Opioidtehuizen. Dat zou er niet zijn als Mart ons niet had gebeld en gezegd van, mag ik meedoen met Amstelveen? En zo gaat het eigenlijk altijd met Opioidtehuizen. Dit jaar voor de zesde keer in 14 steden. Amstelveen is daar dus één van. En of je nou met 4 adressen meedoet of met 37, dat maakt voor Opioidtehuizen niet uit. Want voor ons geldt één huis, één familie, één verhaal. Aan mevrouw Metz in New York. En dan is het klaar. Ik ben bang dat er geen hoop meer is dat Becky en Arthur nog leven. Ik vind het verschrikkelijk voor u. Maar ik zal alles schrijven wat ik erover weet. Het verhaal is lang. En excuseert u alsjeblieft mijn pover Engels, maar ik wil geen Duits meer schrijven. En Dieter is de enige die Nederlands begrijpt. In mei 1942 moesten alle Joden weg uit ons dorp naar Amsterdam. Ze mochten hun bezittingen niet meenemen, alleen hun bed en kleren. 'S nachts hebben we met een paar vrienden geprobeerd te redden wat we konden van hun meubels en dat opgeslagen op verschillende verstopplaatsen. Onder andere hier in de tuin gegraven. Ze hebben een jaar in Amsterdam gewoond en in juni 1943 zijn ze naar kamp Westerbork gestuurd. Daar vandaan werden de Joden naar Polen gestuurd. En Polen, dat wisten we allemaal, was het eind van alles. Vanuit Westerbork kreeg ik een brief waarin ze afscheid namen van al hun vrienden omdat ze weg zouden gaan. Toen heb ik hun juwelen verkocht. Ik was verstopt op een boerderij op het platteland en heb daar een zegel of merk, hoe noem je dat, voor 66.000 gulden gekocht om ze te redden van deportatie. Daar waren ze heel blij mee. Ze wilden de oorlog doorkomen vanwege hun kinderen. Die arme lieverds, wat verlangden ze ernaar om ze weer te zien. Door dit zegel konden ze in Westerbork blijven tot februari 1944. De hele tijd heb ik ze 2 voedselpakketten per week gestuurd. Toen, in februari, vroegen ze om naar Theresiëstad gestuurd te worden. Dit werd gezien als een gunst, omdat we dachten dat er vanuit Theresiëstad niemand gedeporteerd zou worden. Deze gunst was ze niet vergund in Amsterdam, maar nu mochten ze vanwege dat zegel met het transport mee. Dat had Arthur gevraagd om te voorkomen dat ze naar Polen gestuurd zouden worden. En in Theresiëstad mochten ze pakketten ontvangen. Dus dacht Arthur dat het verstandig was om de gelegenheid waar te nemen om naar Theresiëstad te gaan. Tot september 1944 kon ik ze pakjes sturen en kreeg ik daar ook ressuus voor. Toen werd ieder transport onmogelijk en moest ik tot het eind van de oorlog wachten.
Maar toen kwamen de mensen uit de Theresienstadt gerepatrieerd en kreeg ik van diverse kanten het bericht dat er duizenden en duizenden Joden alsnog van Theresienstadt naar Auschwitz waren gedeporteerd en dat Arthur en Betty daarbij waren. In mei 1944 zijn ze al naar Auschwitz gestuurd, een van de vernietigingskampen, en daar zijn ze door middel van gas vermoord. Arthur had een zware hartaanval toen ze moesten vertrekken en was waarschijnlijk al stervende toen hij Auschwitz bereikte. En nu komt er een beschrijving van haar waardoor ik mijn moeder eigenlijk beter heb leren kennen, want die was nogal gesloten. Maar ze vertelt over die Heidenhuis. Ik kan u niet vertellen hoeveel ik van ze hield en hun koninklijke houding tegenover hun vijanden bewonderde. Ze waren onze allerliefste vrienden en ik had zo intens gehoopt om ze bij mij thuis op te kunnen nemen als ze terug zouden komen. Dieter wil misschien wel weten dat mijn man in april 1943 stierf in de gevangenis. Hij pleegde zelfmoord omdat hij de vele Joden die hij van valse papieren en onderduikadressen had voorzien, niet wilde verraden. Mijn derde dochter is 4 maanden na zijn dood geboren. Al deze jaren zijn een afgrijzelijke nachtmerrie geweest en ik kan er maar niet uit wakker worden. Ik zal een paar punten vermelden die misschien een klein beetje troost kunnen bieden aan de jongens. In Theresienstadt wisten ze niet wat er in Auschwitz gebeurde. Natuurlijk wisten ze wel dat het allemaal heel kwaadaardig en slecht was en dat je er hard moest werken, maar niet dat het een zekere dood was. Nou, dan beschrijft ze nog wat er gebeurt als die mensen daar arriveren. Dan komt er een heel verhaal over wat ze moet doen met de dingen die ze nog heeft van ze, of ze moet verkopen en opsturen en of er nog mensen overkomen. En dan schrijft ze: ik schrijf dit alles aan u omdat ik alleen de kampadressen van de anderen heb en ik veronderstel dat ze daar niet meer zullen zijn. Zou u alstublieft de jongens willen inlichten? Ik ben heel dankbaar ze als vrienden gehad hebben. Arthur was zo'n nobel mens dat hij geen onderduikplaats wilde accepteren. Hij dacht dat zijn Joodse uiterlijk zijn gastheren in gevaar zou brengen en Betty wou hem niet verlaten. Ik zal graag antwoord geven op vragen. Ik denk dat Bruno, broer van Dieter, veel te vragen heeft omdat hij jaren in de binnenlanden van Afrika moest blijven. Ik heb er half spijt van dat ik hun brieven uit Westerbork niet bewaard heb, maar ze liepen zo over van dankbaarheid en lof dat ik me schaamde om ze te laten zien. Vanuit Theresienstadt kreeg ik 1 kaart over hun behouden aankomst en een serie reçus voor pakjes, allemaal in mijn eigen handschrift. Maar ik hoorde later dat ze er een aantal tegelijk moesten schrijven en dat die dingen soms maanden na de dood van de schrijver ervan op de post werden gedaan. Ik hoop dat u deze brief binnen korte tijd ontvangt. Met veel goede wensen en de diepste sympathie voor het grote verlies van uw dierbare. Dat was echt een ontzettend bijzonder verhaal. Mart werd geboren 4 maanden nadat haar vader, die verzetstrijder was, schijnbaar zelfmoord gepleegd heeft nadat hij opgepakt was in Amsterdam. Mart heeft haar vader nooit gekend en kwam er pas op latere leeftijd achter dat haar vader in het verzet gezeten had. Het bijzondere is dat na de oorlog iemand die gered is door haar vader, die op dat moment in Afrika woonde, begon met cadeaus sturen. En er was iemand te gast die het verhaal van een luipaardmantel in Amstelveen kende. En dat is heel bijzonder, want destijds was er maar 1 luipaardmantel in Nederland. En toevallig is dat in het bezit van diegene die daarnet bij de bijeenkomst was. Dit soort dingen gebeuren tijdens Open Joodse Huizen en maakt het project nog bijzonderder. Ik ben nu in Amsterdam-Oost voor het laatste verhaal van vandaag. In een studentenhuis aan het Oosterpark vertelt een dispuut over de voormalige bewoners die in het verzet zaten. Mijn interesse in de oorlog is ontstaan door mijn oma, die destijds studeerde. Zij in Leiden en haar broer in Delft. De broer van mijn oma, Tom Navis, zat in het studentenverzet. Hij is via het Oranje Hotel en Kamp Vught uiteindelijk in Kamp Natzweiler terechtgekomen. Daar is hij omgekomen. Mijn oma, Katie Navis, bracht verzetskranten rond. Zij heeft de oorlog overleefd. Het verlies van haar broer is altijd een groot trauma gebleven. Ik breng vandaag een bezoek aan dit studentendispuut om hen te eren.
in het voorjaar van 1943 krijgt die studenten de kans, en nou ja, de kans is een beetje misschien te licht gezegd, die worden eigenlijk verplicht om een loyaliteitsverklaring af te leggen. En daarin moeten ze loyaliteit verklaren aan de Duitse studenten. Alleen studenten die die verklaring tekenen, mogen nog teruggaan naar hun colleges en mogen doorgaan met studeren. Aanvankelijk was het eigenlijk heel onschuldig en dacht iedereen, ik schrijf mijn handtekening op het plaatje en dan kan ik lekker weer gaan studeren, is niks aan de hand. Maar de grootste organisator van de studenten in Nederland, de Raad van Genezen, die toen echt op de verklaring moet tekenen omdat het gewoon de ethische en morele gedachtegang daarachter heel erg verwerpelijk is. En uiteindelijk tekent eigenlijk een heel klein gedeelte van de studenten in Amsterdam tekent die loyaliteitsverklaring. En een oud-Iranese heeft ook een keer gezegd dat hij dit eigenlijk voor hem helemaal nooit overwegen was. Hij kende eigenlijk helemaal geen mensen die uiteindelijk de loyaliteitsverklaring getekend heeft. Want ja, je tekent het gewoon niet, dat deed je gewoon niet. Vandaag in Amsterdam en Amstelveen vooral verzetsverhalen gehoord. Maar ook meer geleerd over hoe Amsterdam er ten tijde van de bezetting uitzag. Morgen is voor mij alweer de laatste dag van Open Joodse Huizen 2017. Ik ga naar het oude stadje Elburg. Ik hoop dat jullie een fijne bevrijdingsdag hebben gehad. Tot morgen!